Voorzitter, ik zou het over internationale criminaliteit en terreur willen hebben met deze premier. Vandaag, 10 dagen geleden, is een Pakistanse imam en een Pakistanse emir door de rechtbank van Den Haag veroordeeld voor het oproepen tot het vermoorden van mij voor 14 jaar de imam en voor 4 jaar de emir. De rechtbank heeft ook geoordeeld dat er ten aanzien van de imam een terroristisch oogmerk bij aanwezig was, vandaar de verzwaarde straf van 14 jaar. En heeft daarbij ook overwogen dat het een lid van de Tweede Kamer betrof en daarom de rechtsstaat van Nederland en het democratisch proces raakte. Ik geloof dat beide heren nog een paar dagen hebben om in beroep te gaan, maar als dat niet zo is, dan is er volgende week, zoals juristen dat noemen, krijgt het vonnis kracht van gewijzigde en is het onherroepelijk. En we hebben met elkaar in het hoofdlijnakkoord afgesproken, helaas heb ik dat niet teruggezien in het regeerprogramma, maar het staat in het hoofdlijnakkoord, dat landen die niet meewerken aan onder andere dit soort types achter de tralies te krijgen, nadat ze door een onafhankelijke rechtbank zijn veroordeeld, dat we dat niet accepteren en dat we actie ondernemen. Er zijn er 2, nogmaals 14 jaar en 4 jaar. Het is mij een liefding waard dat de imam uit Pakistan en de emir uit Pakistan, dat die achter de tralies verdwijnen. En dat dit kabinet, nog los van wat het Openbaar Ministerie doet, daar gaat u niet over, dat begrijp ik, is een andere macht. Maar dat dit kabinet op politieke en diplomatieke manier tot het uiterste gaat, echt tot het uiterste gaat, om die mensen uitgeleverd te krijgen, dan wel daar in de gevangenis te krijgen of hier in de gevangenis te krijgen. Kan die minister-president daar zeggen hoe die dat van plan is te gaan doen? Ik weet dat u een gesprek kan hebben. Heeft u de vorige keer ook gezegd aan marge van de VN? Daar ben ik ook heel blij mee, maar ik hoop dat u meer in uw achterzak heeft dan dat. En ik wil ook graag, heel graag weten wat, want we hebben er jaren voor gevochten om deze veroordeling voor elkaar te krijgen. Hij is er nu. Hij heeft enorme consequenties gehad, niet alleen voor mij, maar dat kan, als we dit laten gaan, de volgende keer voor een ander zijn. Als mensen zien dat zelfs een uitspraak van de rechter, dat daar niet op wordt geacteerd. Dus nogmaals mijn vraag, wat gaat u daaraan doen? Voorzitter, in de eerste plaats overigens, ook voor de heer Wilders natuurlijk, dat er recht is gedaan, lijkt me een deel, niet bevrediging is niet het goede woord. Maar recht wordt alleen maar gedaan als uiteindelijk de mensen ook vast komen te zitten. En niet alleen met een uitspraak in Nederland. Dus inderdaad, zoals de heer Wilders zei, zal het kabinet alles op alles zetten om deze 2 mensen achter de tralies te krijgen, hetzij hier, hetzij daar. En de eerste stap na de uitspraak zal zijn dat ik inderdaad volgende week met de premier van Pakistan het gesprek zal voeren om nadrukkelijk onder aandacht te brengen, is nog vriendelijk geformuleerd. Samen met de minister van Buitenlandse Zaken bekijken we ook welke stappen we allemaal nog kunnen nemen. En we komen daar graag bij u op een later moment op terug. Maar ik kijk ook over in het kader van diplomatieke verkeer. Wellicht verstandig om te kijken op welke manier we dat doen. Ja, voorzitter, als ik mag. Dank u zeer voor dat antwoord. Uw voorganger, de heer Rutte, heeft dat ook een keer gedaan, ook aan marge van de VN. En dan kreeg hij beleefd antwoord. Maar er gebeurde helemaal niets. Het verschil nu natuurlijk is dat er een veroordeling ligt. Ja. 2 veroordelingen, ook van terroristische oogmerk op een parlementariër in Nederland. Totaal onacceptabel, of ik er nou ben of een ander, totaal onacceptabel. Dus blij dat u dat doet bij de VN. Maar ik hoop dus ook, en dat gelukkig hoor ik dat ook aan uw stem, nogmaals dank daarvoor aan wat u zegt, om nu echt wel, vergelijken met de vorige keer, en ook Rutte heeft dat goed gedaan, maar toch om een stapje extra in te zetten, want er ligt gewoon een vonnis. En de mensen moeten achter de tralies. Dus neemt u de Kamer, of mij in ieder geval, neem ons ook mee aan de stappen die u en die minister van Buitenlandse Zaken ook graag daarin onderneemt. Nogmaals, als we dit, en u heeft helemaal gelijk, het is mooi zo'n uitspraak, maar je hebt er weinig aan als mensen niet achter de tralies verdwijnen. Het slechtste signaal is als dat nooit gebeurt. Want dan blijven de mensen daarvan strafgevrijwaard en dan blijven mensen als ik vogelvrij. Dus dank daarvoor en hou ons alstublieft op de hoogte. Voorzitter, dat ga ik absoluut doen, want zoals de heer Wilders terecht zegt, strekt het veel verder dan alleen datgene wat de heer Wilders overkomen is met zijn bedreiging en uiteindelijk de veroordeling. Maar geldt er voor iedereen hier in de Kamer, eigenlijk in Nederland, ten aanzien van terroristische misdrijven.